Tijdens de tweede trainingsdag van NEC was het opnieuw erg zonnig in Estepona. De selectie trainde in een behagelijke 20 graden. Er hing een gezellige sfeer die af en toe werd onderbroken door een ruwe schreeuw van reservekeeper Maarten Paas wanneer hij een bal tegenhield. Vanaf de zijlijn spraken we met teammanager Muslu Nalbantoglu over zijn mooiste momenten als speler van NEC. Play-off natuurlijk om Europees voetbal en we wonnen toen 6-0 van NAC. En dat is een tweede moment dat ik dacht, oh jongens, dat is niet normaal. Nee, maar gewoon alles. Gewoon het hele tweede seizoen zelf. We verloren van Excelsior en de rest wonnen of speelden we gelijk. We hadden net zoveel punten als PSV in het tweede seizoen zelf. Dat was echt absurd. Verdediger Ted van der Pavert is op de weg terug na een enkel blessure. Hij trainde weer mee met de rest van de selectie. Na het rustmoment stond er opnieuw een training op het programma om 4:30. Vooral het afwerken op doel viel bij de keepers en veldspelers goed in de smaak.